In deze video ga ik je laten zien hoe je een vlucht kan plannen via Worldmap. En dat doe ik aan de hand van een voorbeeld. We gaan vliegen, we gaan plannen van Rotterdam naar Düsseldorf. Daarbij laat ik je alle mogelijkheden zien die Worldmap te bieden heeft. En uiteraard beginnen we deze video door naar Worldmap te navigeren. Dat doe je door met je cursor erboven te gaan staan en dan op A te drukken. We zien direct de wereldbol verschijnen waarop duidelijk wordt waar het op dit moment dag dan wel nacht is. Op de kaart zie je ook door middel van icoontjes interessante punten en vliegvelden die je direct als departure of arrival kan stellen. Wat ik je in deze video ga laten zien is, zoals ik in het begin van het filmpje al vertelde, een route plannen van Rotterdam naar Düsseldorf. Wanneer je op Select Departure Airport klikt, kan je zoeken naar het vliegveld waar je wil gaan vertrekken. In dit geval dus Rotterdam. Selecteer Rotterdam als Departure Airport en je ziet dat Rotterdam wordt aangeduid als Echo Hotel Romeo Delta EHRD. Dit is de internationale code voor het vliegveld van Rotterdam. Alle vliegvelden wereldwijd hebben een ICAO-code, waarop je ook in Flight Simulator kan zoeken. We gaan vliegen naar Düsseldorf, dus openen we de Arrival Airport en hier zoeken we op EDDL, oftewel Düsseldorf. Er zijn verschillende routes naar Düsseldorf. Bij VFR-routes, Visual Flight Rules, vlieg je op zicht en kijk je naar buiten. Direct GPS is daarom een rechte lijn. VOR to VOR staat ook genoemd als een VFR-route, maar je maakt hierbij wel gebruik van radiobakens die je gebruikt als waypoints tijdens je vlucht. Dan zijn er de IFR-routes, de Instrument Flight Rules. Wanneer je IFR vliegt, vlieg je op basis van je instrumenten en maak je gebruik van de routes in de lucht. Dit kan je vergelijken met snelwegen die je op een routekaart ziet staan. Je kan vliegen op low altitude airways, dus op lage hoogte, of op grote hoogte, op de high altitude airways. Het plannen van je vlucht, dat doet Flight Simulator zelf. Wanneer je kijkt naar een IFR route op low altitude airways, zie je tussen Rotterdam en Düsseldorf twee namen verschijnen die vooraf worden gegaan door een driehoekje. Okidoo en Dibir. Dit zijn vaste punten waar langs een airway kan lopen. Kies je voor navigatie via VORs, dan navigeer je op basis van radiobakens. Deze bakens zenden in 360 graden een signaal uit, waarbij je aan de hand van het uitgezonden signaal weet waar je je ten opzichte van het baken bevindt. In dit geval gaat het om drie bakens, Rotterdam, Volkel en Düsseldorf. Nadat je het laatste baken gepasseerd bent, wat bij het vliegveld ligt, land je je toestel op Düsseldorf. Je kan uiteraard zelf kiezen welke route je kiest. Ga je op zich vliegen, dan is het leuk om er een kaart bij te pakken en op basis van snelwegen, spoorlijnen, rivieren en andere herkenningspunten van Rotterdam naar Düsseldorf te vliegen. De rivier de Rijn verbindt de rivierdelta bij Rotterdam met Düsseldorf. Dit is dus bijvoorbeeld een mooi herkenningspunt om te volgen om er zo voor te zorgen dat je bij Düsseldorf terechtkomt. Eenmaal aangekomen bij Düsseldorf kan je je GPS gebruiken als referentie voor de locatie van het veld of ATC om vectors vragen, zodat je in de richting wordt gestuurd van het vliegveld. Dan wordt het tijd om een toestel te selecteren. Wanneer je linksbovenin het plaatje van het vliegtuig selecteert, krijg je een overzicht van alle beschikbare vliegtuigen. Afhankelijk van de versie van Flight Simulator die jij gebruikt, zie je hier wellicht minder vliegtuigen dan in mijn lijst staan. Omdat ik de Premium Deluxe versie van Microsoft Flight Simulator voor PC heb aangeschaft, zijn de extra add-ons die met deze versie komen ook op Xbox beschikbaar. Voor dit voorbeeld ga ik kiezen voor een Cessna 172. Vervolgens zijn er nog allemaal instellingen te maken voor dit toestel, waaronder de livery. Een livery is een kleurenschema of de skin voor je toestel. Laten we in dit geval voor de Xbox livery kiezen. Dan kijken we naar de weight and balance, ook wel mass and balance genoemd. Het vliegtuig moet in balans zijn om goed te kunnen vliegen. Die balans heeft alles te maken met de gewichten die je in je toestel meeneemt. Dat gaat om passagiers, bagage, maar ook bijvoorbeeld om brandstof. Het is van belang om het middelpunt van de zwaartekracht, in het Engels Center of Gravity, en in Flight Simulator ook afgekort als CG, binnen de limieten ligt. Ligt het Center of Gravity te ver naar achter, dan kan je toestel in een extreem geval achterover kiepen en met de start de grond raken.
In het andere uiterste geval, bij een zwaartepunt te ver naar voren, komt je toestel niet of pas heel laat van de grond af. In dit scherm stel je al je gewichten in, waardoor je het center of gravity kan beïnvloeden. Dit is leuk om eens mee te experimenteren, maar voor je eerste vlucht voldoen de standaardinstellingen echt wel. Dan kijken we naar de failures. Op het tabblad Failures plan je problemen met je toestel in. Dit kan een complete failure zijn, waarbij je een noodlanding moet maken, of bijvoorbeeld een olielekkage. Je kan per failure instellen in welk tijdsbestek ze moeten plaatsvinden. Zo kan je die olielekkage bijvoorbeeld laten resulteren in een engine failure. Failures zijn een goede manier om procedures te oefenen. Maar wanneer je wil navigeren van Rotterdam naar Düsseldorf, zijn ze natuurlijk niet wenselijk. Laten we daarom naar het tabblad Customization kijken. Op het tabblad Customization kan je een callsign en flight number instellen. Bij een callsign zou je kunnen denken aan Papa Hotel Romeo Oscar Tango, wat je op de romp en onder de vleugel van een toestel ziet staan. Bij een flight number bijvoorbeeld aan KL123 voor een KLM-vlucht of HV456 voor een Transavia-vlucht. We gaan terug naar de roadmap door op B te drukken. We hebben nu een vliegtuig geselecteerd en we gaan kijken naar de flight conditions. De tijd, het weer en het verkeer heten samen de flight conditions. Onder air traffic vind je een hele gave optie. Je kan ervoor kiezen om live traffic in te schakelen. Dit betekent dat je tussen het daadwerkelijke verkeer doorvliegt. Met andere woorden, als er in het echt, op dit moment, een Boeing 737 op Rotterdam landt, afkomstig vanuit een zonnige vakantiebestemming, dan is deze in de sim ook te zien. En ook wanneer je op Düsseldorf aankomt, vlieg je tussen het echte verkeer door. Grote kans dat je daar een 737, 787, A320 of A380 tegenkomt. Wil je wel verkeer zien, maar hoeft het niet zo realistisch, dan kies je voor AI-verkeer. De kunstmatige intelligentie van Microsoft Flight Simulator genereert het verkeer dat zichtbaar is en doet dit op basis van de instellingen die je in het optiemenu gedaan hebt. Liever helemaal geen verkeer? Dan schakel je air traffic uit en zal je geen last hebben van andere vliegtuigen. En dan het weer. Live, dat dekt de lading. Live weer is het actuele weer zoals het op dit moment is. Op dit moment is het droog in Rotterdam, dus we hebben, als we gaan vliegen, wat zon en wat bewolking. Zou het nu sneeuwen in Rotterdam, dan hebben we uiteraard ook sneeuw. Omdat het weer actueel is, zou je ook kunnen kijken waar bijvoorbeeld een zware storm is of kunnen kijken waar een orkaan rondtrekt. Op die manier zou je zelfs een kijkje kunnen gaan nemen in het oog van een orkaan. Let er dan wel op dat je vleugels niet afbreken. Live weer zorgt voor nog meer realisme in Microsoft Flight Simulator. Maar als je op een stormachtige dag toch de lucht in wil, zonder van de baan afgeblazen te worden, dan kies je voor een preset. Kies je voor een preset, dan kies je voor een vooringesteld weertype. Deze weerprofielen heeft Microsoft voor je ingesteld, zodat jij alleen hoeft te kiezen. Je kan zelfs aangeven wanneer je wil vliegen door de tijd en datum te wijzigen. Kies vervolgens je weertype. Je kiest eenvoudig voor een onbewolkte of helder weertype, of voor iets meer bewolking, of zelfs voor volledig bewolkt. Ook de regen, sneeuw en storm behoren tot opties. Wanneer je je eigen weer wil bepalen, bijvoorbeeld omdat je een procedure wil trainen, kies dan voor het geavanceerde Custom Weather. Custom Weather is lastig te gebruiken, dus ik zou je willen adviseren om in eerste instantie te starten met live weer of een preset. Voor de volgende opties in deze video moet je enige achtergrondkennis hebben van het weer. Ik ga in deze video niet dieper in op het weer, omdat Custom Weather wat mij betreft alleen geschikt is om scenario's te trainen of te oefenen. In de settings stel je allereerst in of het weer above ground level of above sea level moet worden weergegeven. Vervolgens kan je bijvoorbeeld de sneeuwdiepte aangeven, de hoeveelheid regen die er valt en tenslotte ook nog de windrichting. In dit geval komt de wind uit 271, een westenwind dus, met een snelheid van 2 knopen. Wanneer je een windlayer toevoegt, kan je de wind op een andere hoogte uit een andere richting of met een andere snelheid laten waaien.
We hebben de hoogte van deze windlayer aangepast naar 5625 voet. Wanneer je de wind uit een andere richting wil laten waaien, voer je de windrichting in het invoerveld achter Windstrom. Nu komt de wind nog uit het westen en staat hier 271. Maar wanneer we die wijzigen naar 180, zul je zien dat de wind uit het zuiden gaat komen. Op deze manier stel je de wind op hoogte precies zo in als je zelf wil, waarbij het mogelijk is om nog meer windlayers toe te voegen. Op dezelfde manier als windlayers kan je cloudlayers aanpassen. Je geeft je cloud coverage aan of de bewolking scattered is en waar de bodem en top van de wolkenlaag liggen. Normaal wordt cloud coverage weergegeven in achtste, maar in dit geval vraagt Flight Simulator om procenten. Overcast is in dit geval geen 8, maar 100. Op dit moment is de bewolking daarom ingesteld op 8%. Ook hier selecteer je weer per laag de instellingen voor de bewolking. Enorm veel instellingen dus, maar laten wij kiezen voor live weer en onze planning naar Düsseldorf vervolgen. We hebben nu het toestel, de route en het weer geselecteerd en kunnen nu in principe de lucht in. Wanneer je meer zou willen weten over een vliegveld, bijvoorbeeld over de banen en radiofrequenties, selecteer je het vliegveld op de kaart. Aan de rechterkant verschijnt nu een venster met hierin de informatie over Rotterdam. Het kan handig zijn om deze informatie te noteren, zodat je op een later moment niet hoeft te zoeken naar de frequenties. Het weten van de juiste frequenties hoort bij een goede vluchtvoorbereiding. Wanneer je wil zien welke vluchten er op dit moment vertrekken of aankomen op de luchthaven, selecteer je Live Airport Activity. In dit geval maken we gebruik van live traffic, dus is de kans groot dat we deze vluchten tegen gaan komen wanneer we gaan vliegen. Ditzelfde kunnen we uiteraard ook doen voor Düsseldorf. Hier zie je dat Düsseldorf twee banen heeft die parallel naast elkaar liggen. De aanduiding voor L is voor de linkerbaan, de aanduiding R is voor de rechterbaan. Bij de Live Airport Activity zie je dat het op Düsseldorf een stuk drukker is dan op Rotterdam. Leuk om met je Cessna te landen tussen de toestellen van Airbus en Boeing die vandaag gepland staan. Ten slotte kijken we naar je navlog. In het navlog zie je de koers die je moet vliegen, op welke hoogte je gaat vliegen en hoe lang de verwachting is dat een vlucht zal duren. Omdat we hebben gekozen voor een rechte lijn is je navlog beperkt. Kies je voor een ander type route, zul je zien dat het navlog andere routepunten bevat. Omdat we willen navigeren op zicht is 8600 voet wat hoog. Pas de navigatiehoogte aan naar 2500 voet, zodat je goed zicht hebt op de Rijn wanneer je deze gaat volgen. Nu je het navlog hebt bekeken en de hoogte hebt aangepast, is het tijd om te gaan vliegen. Bedankt voor het kijken en een goede vlucht!